tonight we be taking off like we got cameras to show out. Get high, baby, roll one. In Utrecht. Ik ben een dagje Utrecht. Ga nou de Turkse winkel in. Een mandje mee? Nee toch? Ik ga wat meer meelopen van. Hier allemaal lekkere dingen. Ja, ja. Kijken. Maar we hebben wel. Oh, wij worden echt een Turkse brood, hè? Laten we drinken dan. Drink hebben we nodig. Drinken. Even kijken. Wat gezellig had die mooie beelden hier. Kijk deze. Ook al zo mooi, de Boeddha beelden. Hey. Mooi, mooi, mooi. Oh. Mooi, mooi. Mooie Boeddha beelden. Helemaal Turkse sfeer. Gezellig. We gaan even met mijn zusje mee, want die zie je. We gaan even drinken kiezen. Ja. Oké. Of drinken gaan we kiezen, cola of... 79 cent, hè? Zo goedkoop hier. Nee, serieus, zo goedkoop? Ja, ik weet niet. Hier, 79 cent. Dat is wel mee. Fanta. Maar dit is wel 1,99. Dan neem ik wel gewoon zo een. Super simpel. Even lekker een colaatje. Zo. Dan gaan we eventjes afrekenen zo. Een ei. Nou, dit is dus de Turkse winkel, hè? In Utrecht. Ja. Dus, is dat geen half vijf toch? Nee, van mij. Van mij niet. Voor geen half vijf. Zo mooi, het wordt al snel donker en lekker de sfeer in Utrecht. Ja, is mooi, mooi, mooi. Of niet mee, ja. Zo. Nou even afrekenen zo. Kun je hier net zo goed? Ja, dat is lekker makkelijker. Gaan we doen? Ja, of een snoepje erbij. Mooi. Nou, pak die blikjes cola wel even. Zo. Is niet van ons, hè? Ik weet niet van wie die is. Hallo. Voor ons. Ja, zeg, heb je ze net gepakt, hoor. Nee, wij hebben deze niet. Oh! Nee, wij niet. Ik weet niet van wie. Ja, je rustig aan, hè? Zo. Zo. Hoppakee. 2,75. Nee. Ja, moet je goed aan mee. Moeilijke Erwin, hè, de bovenste pakken. Het is allemaal hetzelfde. Die is fiat, toch? Ja. Alsjeblieft. Deze dag nog veel plezier. Dankjewel. Nou, dan mag je hier, hè? Zo. Zo, dan zijn we uit de winkel. We gaan nu op weg naar huis. Alleen, we gaan nog even een beetje de sfeer proeven van Utrecht, prachtig. Moet eens kijken, dames en heren. Waar is dat ding? Oh ja, ik vergeet het helemaal. Hier is voor ik heb deze nog voor Amelia. Ik weet geen wat het is, joh. Want ik weet helemaal niet wat het is. Laat het zien. Het is drop nog wat. Iets in Turks eten, ja, volgens mij. Maar we gaan proeven. Op de bankjes gaan zitten. Ik wil even kijken of het is. We gaan even op het bankje daar zitten. Gaan we even kijken wat het is. Even openmaken. Even proeven. Maar ze zeggen, we denken dat die bank droog is, maar het heeft geregend. Het regent nog steeds. Dus we denken niet dat het droog is, we denken dat het nat is. En wat heb ik gelijk? Hij is een beetje nat. Maar iemand heeft niet gezien. Hier gaat, oh, meneer zit op een droge plek. Dan ga ik op deze plek. Moet je kijken, pluim, dames en heren, wat prachtig hier, hè. Echt Utrecht. Er staat dat heel erg zuur is. Oh ja, dat is wel een beetje nat, maar we gaan ze openmaken. Wat gaan we doen? Mag ik ruiken? Het ruikt
Wat is dat dan? Weet ik veel. Kijk dit dan. Zo... Oh, twee dipnik of zo, weet ik veel. Iets met dip. Oh. Wat is het? Oh, je moet het zo... Wacht, we breken het wel door midden, dat kan jij ook. Hier. Is dat eetbaar? Je moet ze zo likken. En dan moet je het hier indippen. Eet. Echt? Ja. Wat is dat dan? Oeh. Zuur? Ja. Maar deze krijg je niet op. Het is wel een beetje lekker, maar... Ik weet niet wat het precies is. Nee. Nee. Dat kunnen we niet echt zien. Deze is die roze. Alleen die kerk al, hè. Oh. Nee. Ja. Deze roze. Oh, dit is wel lekkerder, maar wel duurder. Ja? Of zoeter of voeder. Nou, dit is dus een dip, soort dip eigenlijk met een zure speel er doorheen. Ja. Ik weet niet, lekker, kun je dit ook wel eten eigenlijk of niet? Ja. Kun je er gewoon op eten? Huh? Is dat lekker? Dan gaan we weer. Ik kan wel eten. Niet. Jawel. Wie is dan? Oh ja, kun je eten. Ik smaak naar niks. Nee. Nou, gelukkig heb ik nog mijn colaatje. Dat kost 49 cent. Ja. Ja. Ik eet meer van die roze dan die andere. Hoi. Je gebeurt. Oh. Lekker? Deze is niet zo lekker. Die groene niet, hè? Nee, het is een limoen of zo. Oké, zak is al weg. Nou, maar neer. De bus. Nou. Wat is er? Hoe vind je het hier? Prachtig, niet normaal. Wil je echt vaker heen? Ja, maar ik wil hier vaker heen. Maar Utrecht is sowieso mooi. Vorige keer dat ik hier was, was ook wel heel leuk. Nu nou, we gingen naar de, hoe heet dat, die winkelcentrum nou, die grote? Hoge Katrijnen, dat is echt leuk. Hoge Katrijnen. Ja, ja. Oh, dat smaakt in één keer heel anders als je dat gehaald hebt in een cola. Hoe fijn is. De Fanta. De Fanta, heel goed. Nooit? Fanta. Nou, hoe vind je dan mee dat drinken? Oh. Wat doe jij dan? Weet ik veel, maar is wel lekker. Ja, hè? Nou. Nou, dus eigenlijk even kijken. Het is 4:30, maar we hebben nog even tijd. En weer een bus. En lekker die al die zure. Heel zuur. Oké, daarachter heb je volgens mij een school, toch? Daarachter. Daar is het. Ja. Een muziekschool. Dat is een muziekschool? Uh-huh. Dat is nou een muziekschool. Mooie kerstverlichting daarachter. En waar is nou de school dan? Oh, die school kun je niet zien hier. Nee, het is helemaal daarachter. En daarachter volgens mij was ook de Sinterklaas, toch? Ergens achter die school. Ja, Sinterklaas. Sinterklaas en toch, ja. In Utrecht. Nou. Ja, we zitten om 4:30 en dan gaan we zo rond 5:00 zijn we wel thuis en dan gaan we even eten. Wel verrassing eigenlijk, we weten niet wat we gaan eten, of wel? Woe, dat was de bus. Die elektrische bussen zijn nog veel mooier eigenlijk. Hè? Hetzelfde bus eigenlijk, maar dan iets anders. Ik ga ze alle twee proberen tegelijk. Lekker? Ja. Nou, zoals je ziet, we zitten nog even op de bank, even te drinken, een beetje te eten. Nou, dan gaan we zo ook die kant weer op straks. En dan lekker eten, nog even film kijken. Ga ik me dan mee aan de medie? Een film kijken. Geld heb je zo goed. Oh ja, we hadden 8 euro toch, zoiets? Ja, maar we hadden ook wel aan die andere soepjes gekocht. Dus ik 1 oh ja, we euro, hebben nog 1 euro
75. Ja. 1,75 euro over. Ja. We hebben wel geld gespaard en dat doen we wel goed. Wat is dat dan? Broeder Koffiehuis? Wat is dat dan? Broers Koffiehuis? Geen idee. Koffiehuis, dat weet ik ook niet. Er zijn wel, ik merk wel de laatste tijd dat er heel veel van Turkse winkels zijn en Turkse baren en weet ik veel van alles. Mm-hmm. Dat merk je hier ook. Zoals daar waar we net geweest zijn, is ook een Turkse winkeltje. Kebab House heb je nog. Zuilen. En daar zijn we net geweest, dat is ook een Turkse winkel. En ja. Helemaal rood. Kijk daar op de grond. Wat? Heb ik uitgespiegd? Oh, helemaal rood, ja. En zo'n. Dat is een roze. Wat? Roze. Roze. Hier mooi, daarachter groene sterren. Groene kruis eigenlijk van Jezus. Ja. Dus ik kan echt niet meer. Nee? Wieso je hand? Nou, nu komt er dan lekker poeder. Moet je er allemaal benen? Ja. Nou, wow, daar gaat hij. Nou, dan gaan we een hele zure spul eten. Ah. Ik ken niet mij. Zuur, hé. Zo, oké. Woe! 3. Nu aan media. Zuur, echt zuur. Nog meer. Nou, dan ben je gaat nog meer drinken. Nog meer van die poeder. Brommers! Brommers schiet. Oh. Ja? Ja, nou dan gaan we zo die kant af, of niet? Ja. Of gaan we richting huis? Dan ben je dit niet vergeten. Nou, dan gaan we naar huis. Naar huis. Daar gaan we. Maar ik geef ook prikkels. Zeg je? Deze, ik denk dat het ook prikkels, omdat je er. Ja. Wel een beetje, hè? Ja. Inmiddels ik heb echt wel een beetje koud. Daar gaan we. Zou je snel wel naar school kijken? Ja, school even lang. Nou, mijn zusje is de school, is daarachter. Gaan we nu even langs lopen. Heb je nog nooit gezien volgens mij, of wel? Nee. Volgens mij nog nooit. Dus ben benieuwd. We gaan even daar kijken. Hey. Kijk, kijk. Wauw. Wij zijn op denk ik tegenover ons is de school. De achter uniefiening is de school van Amelia. Wat is dat voor haar? Is dat voor haar? Oh, ik ben nog binnen eigenlijk al. Zo naar binnen? Ja. Ja. Dit. En dat bedoel ik, dit binnen lijkt heel anders. Een gele en een zwarte. In het midden helemaal allemaal trappen volgens mij. Dat lijkt heel mooi. Ja, achter is Amelia zijn school. En daar kun je ook langs, toch? Waar? Daar zo langs toen weer terug. Ja. Hier best wel mooi, ziet er echt mooi uit. Hier wil ik. Nee, later ga ik hier wonen. Ik ben wel dichtbij mijn zusje en bij mijn papa en iedereen, Tamara. Dus lekker dichtbij. En daarachter is volgens mij een hele grote brug waar de trein overheen gaat, toch? Daarachter. Ja. Trein niet. Wat dan? Auto's? Nee, gewoon. Een brug. Ja, gewoon een brug. Oh. Ja. Zo ziet het, zijn we al een stukje aan het lopen. Dit is wat. Dit is een school.
best wel groot. Ja, daarachter ook allemaal. Ja. Er zijn ook mensen aan het spelen nu. Nou, dit is de school. Best wel groot. En wat is jouw klas dan? Die bovenste. Ja. Daarboven is Amelia klas. Kijk eens. Mooie school. Ook een moestuintje of niet? Ja. Ja, kom. Gaan we hier langs? Hier moeten we. Want ik weet daar niet de weg meer. Oh, dan gaan we hier langs. Oh ja, ga je dat doen? Wacht. Ja. Wacht, zo. Ik moet even iets drinken van zo'n familie. Maar ik ben aan het vloggen tegelijk, dus ik kan niet alles. Moet je daar met mijn mening drinken gewoon even zo neergelegd. Zo. Koude handen heeft ze een beetje. Dus, ja. Dan moeten we een beetje handschoen aan doen. Hier, ik zit helemaal onder die poeder. Vind je het leuk, hè? Kijk hier. Oh, mooi Utrecht. Oh, mooi. Ik kan er niet genoeg van zeggen hoe mooi Utrecht is. Voor mij is het echt een 10, hoor. Je hebt allemaal stof. Oh ja, een beetje stof van de poeder allemaal. Nou, dan gaan we weer. Vanwel school, die zien we weer maandag. Nu lekker weekend. Hè. Je mag gewoon in een weekend naar school. Even hallo zeggen, nee, er is niemand. Ik moet maandag een rekentoets maken. En wat? Ik moet maandag een rekentoets maken. Een rekentoets? Ja, zo wil ik eigenlijk niet. Nee, vind je dat niet leuk? Nee, dat snap ik wel. Ik vond rekenen ook niks aan. Ik vind het zei dat het heel moeilijk is. Oh ja. Ja, dan denk je zo van, oh mijn god, moet ik het ook nog doen. Toch? Ja, dan denk je ook wel een beetje anders, ja. Heb je ook Engels op school? Ja. Heb je ook een toets al gehad? Heel veel, ik denk 3. En wat voor cijfer heb je dan in het Engels? Mijn hoogste cijfer was volgens mij een 8. Een 8? Ja, ik heb ook nog over de nog. Oh my god, 8. Ik heb maar een 7. Ja, jij zit ook altijd op school, ik niet, hè? Ja, jij bent ook wel iets slimmer dan mij, volgens mij, op sommige dingen. Nee, naar school gaat natuurlijk. Ja, dat hoort er ook bij. Vind je leuk om te horen, hè? Aardbei. Aardbei. Dat is al zo old school. Of niet? Gaan we hier langs? Nee. Ja, hier kunnen we ook niet langs. Hier, ik weet niet wat, weet de weg hier niet. Nou, we zijn weer op dezelfde punt. Daarachter kunnen we niet langs. Want daar hebben we de weg ook niet. Dus we moeten zo daar en dan die kant. Ja! Ja! Ik kan niet wachten, we gaan zo een film kijken. Oeh, meubelzaak. Oh, kijk. Oh, mooi. Mondkapje verplicht, ja, dat weten we allemaal wel. Hehe. Mondkapje is zo ontschoen. Oh, wat gebeurt er? Oh shit, wat doe jij dan? Wat doe jij dan? Kijk, wat ben je in die liefde een beetje vallen. Het ziet er wel mooi uit, een beetje horror, hè? Bloed. Allemaal bloed op de grond nou. Nou, dan kan de rest er ook wel achteraan. Nee. Nee, ja. Nou, iemand is wel gewond geraakt hier. Ja. Moeten we even voorzichtig aan mensen niet denken van, oh, iemand is vermoord of zo. Kan ik het wel drinken, gewoon? Ja, dat is gewoon gevallen. Dan kun je wel een beetje drinken, hoor. Ze heeft vast geen pizza gegeven. En anders ben je morgen nog steeds vrij, dan ben je ziek. Ik heb nog zondag. Nou, nog niet. Ja, dus zo gaan mensen denken van, zoals is er wat gebeurd of zo. Ja. Vandaag is er bloed gevonden op de stoep, op de nieuws komt dat dan. Ja. En van wie en wat is nog onbekend. We gaan nog onderzoek ervan voordoen. En dan gaan twee weken later. Twee weken sorry, later. Jongens en meisjes, het was een school van Panta. Het is wel oké. Ja, maar dan zullen we wel denken dan, hè. En ik weet niet welke kant, want ik ben al een poosje in Utrecht geweest. Maar welke kant is dan Hoge Katrijnen? Daar? Daar of daar? Ja. Daar is Hoge Katrijnen. En als je daar helemaal bent, dan moet je naar rechts. En dan weer naar links en dan ga je helemaal rechtdoor. En dan ja. Oké, okay, Hoge Katrijnen is ook wel mooi, maar ik moet een mooie lange weg hebben ook eens, hè. Prachtig. Met de fiets. Ja? Maar niet alleen met oh. Ja,
Zoals je ziet zijn we al wel meer dan een uur aan het lopen, wat 2 uur denk ik nu in totaal, wel meer. We zijn net nog eventjes met de vriendinnetjes van Amelia. We zijn nog eventjes op pad geweest, een beetje vuurwerk afsteken. Was wel leuk, ja. Hier, handschoen. Nou, wat gaan we ermee doen? Niks. We gaan naar de kerk. Naar zo'n kerkklok of zo. Even. Kom, we gaan naar die klok bellen. Kom, kom, kom. Nee, doet hij het wel? Even kijken. Hallo? Oh, nee. Ja, hij doet het. Kijk, kijk, kijk. Beetje. Doe eens. Oké, wacht. Klinkt dat raar? Ja, ik ga het even onderaan. Wacht even, je ziet mij niet meer, denk ik. Ja. Jammer dat het niet helemaal doet, hè? Nou, we zijn nou hier. We gaan even hier langs lopen, of niet, Amelia? Of... Is het weg terug, toch? Of niet? Ja. Oh, kijk, hoe mooi gezellig. Ik wil hem echt niet zien. Ik wil hem niet aankijken. Oh, dit is een school, hè? Een old school, zoiets. Wat staat er nou? OL. Zo gezellig. Al die lampjes. Sowieso is het hier wel mooi, hè? Kijk, mooie stenen allemaal. Ik weet niet wat het is, een restaurant of zo? Nee, toch? Een Tricolor Kitten. Dat is nou een beetje restaurant. Een soort restaurant. Daarachter is een keuken. Ja. Dat heb ik dan ook al gezien. Oh, beveiliging op daar. Huh? Beveiliging op daar. Ja, beveiliging op daar. Dus ik moet even doorlopen. Dan weet je nu wat hij gaat doen, hè? Wat gooit hij ons eruit? Oh, dat kan niet. We zijn al buiten. Hier was die Sinterklaas intocht. Hier was Sinterklaas? Mm-hmm. Nou, hier. Iemand heeft ook de bed uit zijn auto krijgen gehaald. Nou, dan gooi ze me hier neer, hè? Ja. Kan ook. Mensen die wat nodig hebben, kunnen dan pakken, hè? Ja. Nou, een hele lange straat moeten we eerst door. Huh? Hij komt aan een beetje. Oh. Dat is niet zo fijn. Als je goed hoort, hoor je een trein. Ja, mooi, hè, kersen. Alles is hier mooi. Nou, Groningen is wel een beetje open. Oh, wat doe jij dan? Hier. Lijkt echt op bloed. Eventjes voor de mensen die dan weten, het is hartstikke nep, hoor. Maar we willen even graag even pauze. We gaan hier pauze houden. Zo, shit, ik weet niet wat het is. Het is zo'n gebouw. Muziek in de wijk. Wat zei je? Muziek in de wijk. Muziek in de wijk of zo. Nou, nu we hier pauze. Lekker even op de woonwijk of zo. Of de straat. Nou, achter is de beveiliging. Ik mag niet te veel filmen van. Die kunnen wel raar kijken, hè, als we gaan filmen zomaar. Dat moeten we niet hebben. Ze zijn weer eventjes bloed gespuugd. Oh. Hm? Ja. Dit is ook een mooi huis. Maar hier betaal je serieus voor zo'n klein huisje? Betaal je al gewoon 800 per maand. 800 per maand voor zo'n klein rijtje huisje, gewoon normaal. Misschien wel 1500. Nog 1500, ja, omdat het ook een stad is in Utrecht. Ja. Dan betaal je misschien 1500 voor gewoon één lange rijtjeshuis. Gewoon zo'n simpel huisje. Ja, ja. Dan heb je ook 1, 2, 3 verdiepingen, hè, zolder erbij. Zou je wel misschien boos zijn als we te laat komen? Denk je wel, zullen we wel gewoon doorlopen nu? Straks wordt hij wel boos.